Hey, wat leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik het hebben over waarom diëten niet werken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar heel veel mensen hebben al vele diëten gevolgd en afslankproducten gebruikt. En bij iedereen werkte het, totdat ze weer normaal begonnen te eten. Daar zit dus ook meteen het grootste probleem. Want wat was ook alweer de reden waarom je aangekomen was? Dat normale eten toch? Dus wat krijg je als je weer normaal gaat eten? Juist, je komt aan. En niet meteen hoor, want wij vrouwen hebben een groter calorieoverschot nodig voordat we aankomen. Maar gedurende de tijd komt er ongemerkt weer heel wat bij. Wat daarnaast ook gebeurt, telkens als je op dieet gaat en jezelf te weinig eten geeft, is dat je stofwisseling omlaag gaat. Dus iedere keer dat jij een dieet gevolgd hebt, kun je de volgende keer minder energie, dus minder voeding, tot je nemen dan voor je dieet. En waarom dat is, hè, dat ga ik je nu uitleggen. Dat komt omdat je lichaam in de periode dat het te weinig voeding binnenkrijgt, zuiniger omgaat met datgene wat wel binnenkomt. Dus je motor wordt steeds een stukje zuiniger en alle voeding wordt heel goed gebruikt met heel weinig verspilling. Dat wordt ook wel de starvation mode genoemd. Overigens zijn de meningen hier nog wel een beetje over verdeeld, want mensen beweren, en ik denk dat dat ook wel klopt, dat de starvation mode eigenlijk niet bestaat. Maar kort door de bocht is het wel wat er gebeurt, hè, met dat motortje in je lichaam. Wat men overigens wel heel goed weet, en dat heeft men ook onderzocht, is dat je stofwisseling na het diëten tot ongeveer, ja, wel tot 20% omlaag kan gaan. En dat is echt heel veel. En je moet je voorstellen, je doet enorm je best. En vervolgens word je eigenlijk nog gestraft ook. Nou, verder ben je na het volgen van een dieet lichter geworden. Je bent minder zwaar geworden. Mensen die lichter zijn, hebben minder energie nodig voor hun verbranding. Tenminste, als ze hetzelfde blijven bewegen als voor die tijd. Je lichaam is kleiner en het kost minder energie om te bewegen, dus verbrand je ook minder. Nou, als je dan na een dieet dus weer normaal gaat eten, dan eet je veel te snel, ook veel te veel voor wat je nodig hebt en kom je weer aan. Dat is even wat ik je wilde vertellen over het diëten, waarom diëten niet werken. Er zijn nog meer redenen, maar die redenen die ga ik je leren als je in de Les Vet Academie lid gaat worden. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en dank je wel dat je gekeken hebt.